I'll never pour rainbows in my wine. But now that your lips are burning mine, I'm beginning to see the light. I'm beginning to see the light. I'm beginning to see the light. So, voilà. Op de bas, Willem Hendricks. En drums, Frits Lijfmaak. Ja. Meneer Spaart heeft zojuist de clue van mijn verhaaltje weggegeven, maar ik zet het stuk door. Ik ken Maurice niet, ik ken zijn werk niet. En toch werd mij gevraagd om deze tentoonstelling te openen. Dat ik van niets wist, was geen enkel bezwaar. Daar was een andere spreker voor. De portretten van mijn collega's op de uitnodigingen hebben niet verwonderlijk mijn grootste aandacht. En ik vind ze wonderschoon. Ellen Vogel, John Kraaikamp, Jenny Arian, Willem Nijholt en Ausgeir Danes junior. Zonder deze laatste had ik hier niet gestaan. Een andere, nieuwe functie is aangebroken, die van de moeder van. Met liefde wordt deze functie aanvaard, want de geschiedenis herhaalt zich nu eenmaal. Gehoord door Maurice op een feestje, Sascha Bulthuis, die is toch dood? Toneelspelen is een vluchtig vak, maar zo vluchtig, dat wist ik niet. Als jong meisje werd mij vaak gevraagd, Bulthuis? Familie van Rico, de schrijver. Tot op een dag mijn vader zei, het is gebeurd, de vraag is gesteld. Bulthuis, familie van Sascha, de toneelspeelster. Toen mijn zoon nog een klein ventje was, werd hem vaak gevraagd, Ausgeir Danes junior, de zoon van Sascha Bulthuis. U begrijpt waar ik heen wil. En daarom sta ik hier. Zoals gezegd, ik kende Maurice niet. In feite ontmoet ik hem vandaag voor de tweede keer. Maar we hebben samen al een treinreis achter de rug en dat schept een band. Als een toneelspeler zijn laatste voorstelling heeft gespeeld, valt het doek. Als een schilder een schilderij af heeft, begint het doek. Daarom is het voor toneelspelers zo leuk om geschilderd te worden. Het reactiveert de vluchtigheid en geeft het groot gevoel van eeuwigheidswaarde. Over die al niet vermeende vluchtigheid ben ik door één ding kwijt. Ik sta hier toch en die kans krijg ik niet meer. Zo'n kleine 50 jaar geleden mocht ik met mijn ouders ter gelegenheid van mijn 10e verjaardag voor het eerst mee naar de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Ik keek verbijsterd en ademloos naar Shakespeare's Midsomernachtsdroom met mevrouw Ellen Vogel als Titania. Het gaat wel veel over jou vandaag, hè? Op die dag stond mijn besluit vast. Mevrouw Vogel is dan ook voor 100% verantwoordelijk voor mijn beroepskeuze. En hoewel dit bijna een halve eeuw geleden is, kan ik die dag uittekenen. Dat laat ik maar Maurice over trouwens. Dus zo vluchtig is het allemaal niet. Maurice, ik besef dat ik het veel heb over toneelspelen. Maar als jij je tentoonstelling als titel meegeeft in het licht van de schijnwerper, mag je dat niet verbazen. Bovendien mocht het. En jij zult niet zo gauw te horen krijgen, Maurice Heerdink, die is toch dood? Want jouw schilderijen zullen er altijd zijn. En door jou, wij ook. En nu gaan we ze bekijken en ervan genieten. Ik wens je heel veel succes en ik bewonder je passie. Dank u wel. Zo goed uit haar hoofd geleerd. Ja, ik werk een beetje. Och, die is goed. Ja, niet voor jou. Ja. Nou, mooi. Gefeliciteerd wel. Van een van de geportretteerden dus. Wat enig als je zo'n moeder hebt. Dames en heren, het wordt nu tijd voor een glaasje en natuurlijk vooral het bekijken van de schilderijen.
En als u straks denkt, zijn dat alle bloemetjes? Waar zijn mijn bloemetjes? Die hebben we buiten gezet. Straks even kijken. Ik wens u genoeg voor het uurtje. Ja. Volgens mij hebben ze die niet zomaar buiten gezet. Kom maar, jij moet even voor mij lopen als steuntje, ja? Dan ga ik zo over jouw schouder heen filmen, tussen de mensen door. Een beetje zo. Langzaam lopen, anders dan loop ik tegen mensen aan. Ik heb al aangekomen. En Julia. Ja, maar we kennen je even. Dag Karin. Hoi. Hi. Ja. Even een impressie. Het publiek. Ja, we hebben het erop. Het publiek moet erop. Drie keer. Jullie hebben alweer een bol, hè, te pakken. Ja, ik kan gaan. Ik zit even te kijken waar Jules nou is. Ga die kant op. Oh, die ging je andere kant op. Ja. Waarom is het nou niet tijd voor een hapje? Ja, een boterham heb ik nog wel. Ik heb honger.